Hallo. Pap. Ja, rustig. Kom maar even mee. Nog even plek gaan zien aanlopen? Ja, misschien. Wacht even, dat is goed voor hem, ja? Ja. Dus je moet even wachten. Ja, oké. Dus je moet even wachten. Ja. Hallo. Hallo. Hi, Liefie. Hoi, Jeroen en ik zijn in de sauna gegaan. Ja. Hoe was het? Hoe voelt het? Heb je nou een filmpje van gemaakt? Nee. Gek. Jeroen die ging koud, die vond het te warm omdat hij warm had gedoucht. Oh ja, daar moet je altijd een beetje modus in vinden, hè? Hoe je dat voor jezelf doet in de sauna. Maar koud douchen is goed, toch? Koud douchen is goed, ja. Maar ja, kijk, je bent in de sauna geweest, je gaat eruit en ik ga meestal meteen in koud douchen. Sommige je dus doen, want als je het warm doucht, dan wordt het des te warmer. Ja, dan wordt het des te warmer, ja. En dan kan je koud afdouchen en daarna ga je heel even rondlopen of eventjes water drinken. Dan denk je, oh, ik ga weer. Nou, dan ga je weer in de sauna, maar in die tussentijd wel even een kwartiertje wachten. Zeg maar tussen twee saunagangen in, wachten. Ging je naar beneden lopen vandaag? Ja, goed toch? Zag ik. Je had nergens last van. Nee, want het gaat goed met je schoenen. In mijn bovenbenen. Is die pijn? Ik heb het in mijn kuiten. Kan ik gewoon niet naar hem rijden? Ja. Ja? Goed. Zo. Zo, gewoon spettertje doen maar even. Ga je hem in de wasmachine doen? Ik niet. Jij maar in de wasmachine. Oh, schijterlijk. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what will life be? Without a song or a dance, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. We zijn bij de Griesbalgute. En we hebben lekker met de mountainbikes gefietst hierheen. En we gaan naar Hoenstein. Dat is nog een stukje door. Hoeveel kilometer nog? Helaas is de hut dicht, deze. Ja. Hopen dat Hoenstein open is. Hoeveel kilometer nog voor Marijk? 7. 7. Je ziet het liggen. 7? Neusje denk maar ruiken. Maar ik wil maar even nieuw zijn. Maar boven is het, jongen. Ja. Rechtsboven, dat is ons zijn. Gewoon dat dingetje op de berg, toch? Ja. Ja, een beetje. Oké. Okay. Ik zat hier nog. En ik ging niet opstaan, dus toen had ik er tussendoor. Mama, ik wilde afhaken. Die zei, jullie zijn me zo kwijt, toch? Ben ik weg? Ik ga wel naar weg. Leuk bang. Toen zei ik, nee, het wordt straks weer wat makkelijker. Toen ging mama mee. Dan gaan we naar Zafeld of zo. Ik ga wel ergens zwemmen. Ja. Maar ik heb het toch gehaald, dus ik was blij dat jullie mij hebben overgehaald. Dat is mooi. Ja.
Jetzt kommt der Hagel. Bij jou komt hij er eerder in dan... Als je dan een bocht maakt, dan kom je met een pedaal op de grond. Met pedaal slaag, je moet je pedaal dan horizontaal houden, beter. Dus als je linker pedaal laag gaat en je neemt de linker bocht, dan klap zo je, kan je pedaal op de grond komen. Ja, dan krijg je een hijzijder, word je zo gelanceerd van je fiets af.